Hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur Lasermaster 2 15 Watt. Als je het internet erop nakijkt naar wat voor projecten je allemaal kunt doen, wat voor materialen je allemaal kunt laseren en kunt graveren, dan gaat er een wereld aan ideeën open. En dat heb je ook vast al wel gezien als je mijn video's bekijkt, want ik heb al heel wat video's gemaakt met inmiddels ook al heel wat geslaagde projecten op leisteen, witte tegels, op hout natuurlijk, canvas. Wat ik nog niet gedaan heb zijn zaken als acryl, ben ik wel mee bezig geweest, maar is me nog niet geslaagd. Glas, leer en dat is wat ik vandaag ga doen, spiegels. Spiegels is eigenlijk niks meer en niks minder dan glas met aan de achterzijde een coating. En die coating, die kan je er af laseren. Dan zeg je, ja, dan is je eraf, dan kijk je er dus doorheen. Ja, dat klopt. Dat is helemaal correct. Alleen wat nu, als je dan die achterkant daarna, als je dat weggelezerd hebt en je hebt daar je afbeelding in gelezerd, wat dan als je daarna simpelweg met een spuitbusverf er weer een kleur op aanbrengt? Nou, dat is de techniek die we vandaag gaan doen. We gaan een spiegel graveren. Wat daarbij van belang is, kan ik je alvast zeggen, want nogmaals, ik heb op dit moment nog geen softwarevideo's, is dat je de afbeelding in spiegelbeeld plaatst. Want je graveert op de achterzijde en als je het van de voorkant wil zien, moet je dat in spiegelbeeld doen. Dat ga ik doen. Ik ga het scherm draaien, zodat je mee kan kijken een stukje van hoe ik de zaak klaarmaak om te gaan laseren. Oké, hier is mijn printplaat. Ik heb die spiegels gekocht bij de Gamma. Ze kosten 8,06 euro de 6. Ze zijn dus niet verschrikkelijk duur. Ik ga hem plaatsen. Dus met die zwarte kant naar boven, dat is duidelijk. Dan gaan we hem vervolgens kalibreren, de hoogte kalibreren. Dat doen we simpelweg door de printkop naar het object te brengen. Dit metalen buisje is overigens massief eronder te zetten. Aan de rechterzijkant zit een stelschroef. Die kan ik opendraaien. Ik laat vervolgens de laser naar beneden zakken tot op die metalen cilinder. Ik draai de stelschroef vast en ik kan deze eruit halen. Overigens, het gele wat je aan de onderzijde ziet, dat is een voorbereiding op de air assist, maar daar heb ik de slang nog niet voor binnen, dus je kan het nog niet gebruiken. Volgende wat ik ga doen, ik ga hem homen. Dus naar zijn thuispositie brengen. Daar gaat hij, dat doe je in de software. En dan zeg ik kadreren. Er gebeurt nog niks, want je ziet hij zit helemaal op de verkeerde plek en dat is ook niet erg, want dat gaan we nu veranderen. Het is niet voor niets dat ik dat lijnengrid op dat hout eronder gemaakt heb, want dan kan ik zo meteen de zaken keurig recht zetten. Ik druk nu op de fire button en die fire button, ik weet niet of je dat kan zien. Nee, je kan je niet zien, hij zit namelijk hieronder. Je gaat een heel klein blauw puntje. Ik weet niet of ik dat even zichtbaar kan maken voor je. Kijk, dat kleine blauwe puntje. En dat moet precies linksonder in de hoek van mijn object komen. Dus ik ga nu mijn spiegel zo plaatsen dat linksonder in de hoek dat stukje vuur zit. Normaal moet je bij een laser je bril op, maar dit is zo weinig. Dit is 1% wat hij hier geeft. Dat hier hoef ik me nog niet zo druk over te maken. Zometeen wel. Ik probeer hem een beetje op te lijnen ook, zodat hij keurig netjes zit. Zoiets. Nu ga ik terug naar de computer en daar druk ik op de kaderknop in het programma Lightburn en ik druk gelijk ook de shift toets, want wat er dan gebeurt is, dan gaat hij een vierkant trekken. En we zien, dat heeft natuurlijk alles te maken met mij. Ik heb het namelijk zo ontwikkeld dat hij niet precies de juiste maat heeft, vanwege dat hij niet over de rand heen gaat. Nou, in dit geval betekent dat ik iets naar links moet en iets naar beneden. En dat ga ik dan ook doen. Even kijken. Ik denk zoiets.
Want nog een keer met kaderen. Even kijken of die nu een beetje in het midden zit. Ja, dit zit redelijk goed. En dit is eigenlijk het hele gebeuren, want nu ga ik hem op start zetten. Nu ga ik tegen hem zeggen, begin maar. Ik doe de laserbril op. En ik ga het project starten. In dit geval overigens met een snelheid van 3000 mm per minuut. En 70% power. En dan hoop ik dat dat goed gaat zijn. Ik doe ook even de deur open zometeen tussendoor. Om even te zorgen dat hier een beetje een normale lucht draait. En ik zet de ventilator aan. En daar gaat hij. Deur open. Voor het ventileren. En de laser loopt. Goed, ik ga de video stopzetten. Straks gaan we het resultaat zien. Zo, het laseren is gedaan. We gaan hem omdraaien. Dat is het eerste wat we gaan doen. En dan kunnen we gaan zien hoe het resultaat is. En dat ziet er echt een heel stuk mooier uit dan dat de eerste test was. Maar dit is behoorlijk goed. Ik zal het even zo neerzetten zodat je het ook goed kan zien. Beetje lastig vanwege de spijlen en dergelijke. Maar hier zie je het. Het is Snoopy met de tekst. All you need is love. But a little chocolate now and then doesn't hurt. Daarmee zijn we nog niet klaar. De laatste act die ik moet gaan doen is het schoonmaken ervan. Daarvoor pak ik een kwastje. Ik ga hem omdraaien. En we gaan het kwasten. Je ziet eigenlijk al dat er dus vuil vanaf komt en flink ook. Zo, dat is het eerste gedeelte daarvan. Het tweede gedeelte kan ik je niet laten zien. Ga ik nu doen. Ik ga namelijk het schoonmaken met water. Ik ben zo bij je terug. Hij is schoongemaakt. Heel kort even laten drogen. Je ziet de rechterbovenhoek is nog een beetje vochtig. En dan ga ik hem schilderen met metallic zilveren kleur op de achterzijde. Dus zeg maar over het zwart heen wat je hier nu op dit moment ziet. En dat zou dan uiteindelijk het resultaat moeten opleveren van een gegraveerde spiegel met een tekst daarop. Nou, ik ga het even schilderen op even off camera. Ik ga je zo het resultaat laten zien. Goed, hier zie je de geschilderde kant van de spiegel. Dit is dus de achterzijde. In spiegelbeeld, want je moet nu eenmaal graveren op een spiegel in spiegelbeeld. Want je kijkt naar de voorkant, dat wil zeggen dat het anders niet gaat kloppen. Ik ga de spiegel omkeren. En hij moet weliswaar nog een heel klein beetje worden schoongemaakt. Maar je kan zien dat het een prima resultaatje geworden is. Dit was het graveren, lasergraveren van een spiegel. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer bij een volgend project. Dag!